eindelijk na 2 jaar in onze bijbouw is het eindelijk tijd om in onze nieuwbouw te gaan. Ja, einde van het schooljaar hebben we voor gekozen. Het was al eerder klaar, maar ja, het is toch leuk om het jaar ermee af te sluiten. Het is even hard werken, maar ja, moet maar. Kom maar, wij mogen even onder de dingen voor. Het schoolplein is nog niet helemaal af. Dat wordt in augustus voornamelijk afgemaakt. Er lagen nog wat leidingen onder de grond die niet op de tekening stonden. Dus worden andere oplossingen gezocht, maar komt goed. Dat is prachtig. Ja, alleen morgen, vandaag zijn al een aantal nieuwe meubels gekomen. En morgen komen de rest van de nieuwe meubels. En dan gaan we dat ook lekker uitpakken en inrichten. Dus dat zijn de leuke dingen. Inpakken, verhuizen. Ja, we gaan gewoon kijken hoe het loopt. De meeste spullen zijn al ingepakt. Kinderen hebben natuurlijk heel erg geholpen. En ja, we moeten ook heel veel achterlaten. Want de school waar we uitkomen, die is natuurlijk giga groot. En met heel veel kelders. Nou ja, je weet, als je kelders hebt, dan ga je alles bewaren. Maar dat gaat hier allemaal niet in. De school afkrijgen, dat heb ik natuurlijk verder niets aan gedaan. Maar er moet wel altijd heel veel geregeld worden. Internet moet aangesloten, telefoonlijnen moeten overgezet worden. Glasvezel liggen, maar dat moet dan weer een aansluiting krijgen. En ja, de beplanting moest water krijgen. En er zijn altijd 100.000 dingen die je moet regelen. Ja, dat denk je zo in de eerste plaats niet aan. Ik ook niet aan gedacht. Maar ja, alles is volgens mij goed geregeld. Ja. En nou ja, we kunnen lekker gaan genieten zometeen met z'n allen. De lokaal is nou maar ietsje kleiner dan het gebouw waar we uitkomen. Maar ja, alles is nieuw en ja, we hebben gewoon een goed concept. Dus onze inhoudelijke vernieuwing die we een aantal jaren in stand hebben of tot stand hebben gebracht, die kan nu eindelijk hier ook in een nieuw jasje gestoken worden. Dus dat is leuk. Engels vanaf de kleutergroepen. En ja, het is, we zijn gewoon een hele goede school. Ik ben heel trots op mijn team die dat allemaal tot stand brengt. En ze verdienen nu eindelijk om eens echt lekker in een nieuw gebouw te kunnen werken. Dus daar zie ik heel erg naar uit. Mooi zie je eruit. Dat zijn geweldige kinderen. En ja, ze zijn, kinderen zijn allemaal geweldig. Ik bedoel, ieder kind is anders. Maar het zijn allemaal groepen. En ze gedragen zich ook als groep. En ja, ze zorgen voor elkaar en ze zijn sociaal en ja, ieder kind leert ook op zijn eigen manier en wij proberen daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Dus ja, het gaat om de kinderen, hè? Uiteindelijk.